Dank aan de collega's voor dit debat. De twee grootste schreeuwers waren er niet bij en eigenlijk vond ik het debat ten goede komen. De verschillen, ik zei het zojuist ook, die werden soms uitvergroot. En ik hoop dat u daar ook wijzer van bent geworden voor de stem die u op 15 maart kunt uitbrengen. Maar ik hoop ook dat u heeft gezien wat de overeenkomsten zijn. Dat de partijen zoals ze hier staan streven naar een samenleving met meer gemeenschapszin, waarin we egoïsme uitroeien. En een samenleving waarin we welvaart samen maken en eerlijk delen. En mijn ambitie voor GroenLinks is groot. Ik hoop dat we de grootste partij worden. Maar mijn ambitie voor dit land is nog veel groter. En ik weet dat de veranderingen waar mijn partij voor staat alleen in samenwerking gerealiseerd kunnen worden. En daarom ga ik er na 15 maart alles aan doen om van deze combinatie weer een progressief kabinet te maken. Het eerste progressieve kabinet in 40 jaar. Nederland verdient dat. Dank u wel.